Marietta Petkova, goedenavond. Nederlands-Bulgaarse pianiste, zal ik maar zeggen. Heb jij een of ander boeiend project dat klaarstaat? Ja, ik heb vorige week eigenlijk mijn concertseizoen al afgerond. En nu is de tijd voor opladen, iets meer rust te vinden. En ondertussen ben ik bezig met het voorbereiden voor een nieuw CD. Oh ja. Een nieuw CD-release in het najaar. Het is overrompelend, vond ik. Echt, wat Ivo zei, die bloedstollende cadenzen in het eerste deel. Zij vluchtte nooit in virtuose playing. Terwijl zij zo techniek had, zo apparaat. Blijf muziek tot de laatste kern van haar klank is, van puur goud. Echt een rassenmuzikus. Ja, ik heb al mijn positieve wil en sympathie hier ingespannen voor deze jonge man. Om hem te willen begrijpen tijdens het spel. Het is mij niet gelukt. Ik voelde dat er was iets tussen hem en die muziek. Ik vind dat die werken van Schubert zijn, in mijn ogen, om het zo te zeggen, gesprekken met de eeuwigheid ergens. En men moet de aanwezigheid van de pianist niet zozeer voelen. Er zijn geen klavierstukken. En bij haar voelde ik zeer sterk, vooral als het octaven kwamen of passages of de gepunteerde ritme. Dan ineens was de pianist zo aanwezig. Klonk als een etude. Als ik haar als een reisgids zie en ik de toeriste ben, op een gegeven moment voelde ik, ik ben de weg kwijt in het verhaal. Dat was mijn indruk. De muziek van Rachmaninoff, om het zo te zeggen, geslachtsloos is. Het is niet vrouwelijk, ook niet mannelijk. En bij haar voelde ik dat zij de lokale schoonheden, de wonderen op kleine schaal, meer belichtte dan de grootsheid van die muziek. Dit concerto is een statement. Als ik naar de opname van Rachmaninoff van Horowitz luister, dan heb ik het gevoel, die spelen op leven en dood. Het is een episch verhaal als Oorlog en Vrede van Tolstoj. Dus dat is het enige wat ik denk, dat zij iets, dat haar woelige gevoelens soms verduisterde de grootsheid van de muziek. Ja. Dus aan jou het woord. Ja, het eerste wat ik eigenlijk wou vragen is, ben je zeker dat de vleugel dezelfde is wat het op het podium staat? Ik heb gevoeld dat een ander instrument is hier gekomen. Ja, het is hetzelfde. Ik kan het je bevestigen. Het is dezelfde vleugel, ja. Maar ik ben er stil van. Ik diep ontroerd. Ik ben zielsgelukkig dat ik vanavond mocht hier zijn in deze uitvoering. Ja, mijn Nederlands is
niet rijk genoeg. Oh, ik vind het wel hoor. Om de juiste woordje voor te vinden, daarom gebruiken we de Franse uitdrukking. Ik vind dat, ja, haar présence vanavond, Schubert, Liszt, dat was echt een moment de grâce. Mm-hmm. Ik heb geen zin om analytische uitleg of mening te geven. Het is te veel om op te noemen. Er was gewoon muziek. Zij speelde muziek niet, zij was zelf muziek. Mm-hmm. En het beste, ik wilde mij gewoon eindigen, is luisteren naar haar. Dacht ik aan wat Picasso heeft gezegd. Ik zoek niet, ik vind. Zoals zij het vindt. Mm-hmm. Iedere ogenblik is vinden.